Stichting Netwerk vormt de verbindende schakel in de lokale samenleving. De Horense Welzijnsorganisatie speelt in op de wensen en behoeften van jong en oud. Dat begint al bij de allerkleinsten, die zich spelenderwijs kunnen ontwikkelen in de peuterspeelzalen. Voor en door de jeugd worden zowel overdag als in de avonduren diverse activiteiten aangeboden. Denk hierbij aan kinderkoken of de frisfeesten in Manifesto. Het jongerenwerk werkt aan veiligheid en preventie, onder meer door jongerenwerkers op straat, jongeren inlopen en buurtbemiddeling. Stichting Netwerk is overal in de wijken aanwezig en vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen in de maatschappij. Zo kunnen inwoners terecht in de wijkcentra voor ontmoetingsactiviteiten, zoals een buurtrestaurant of repaircafé. Met de Maatjesprojecten geeft Stichting Netwerk extra aandacht aan mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De medewerkers van Stichting Netwerk werken samen met verschillende partners en zo'n 700 vrijwilligers. Kijk voor een uitgebreid overzicht van alle activiteiten op netwerkhoren.nl.